Dus we zijn nu in de outlet van de Intratuin en we hebben dus stoelen gezien die we heel leuk vinden. En ik schuin nu op deze lamp, want wij hebben een nieuwe lampenkap gekocht en Max gaat die eventjes uitpakken. Oh, die kat heeft... Die kat heeft hier wat. Wat heeft hij? Een stuk. Kijk hem staan daar. Jezus. Stentetje ben jij. Ja, dat is toch een katje, hè? Wat doe je daar zo, schatje? Het is de volgende ochtend en ik zou nog heel even laten zien wat nou een beetje de redelijk echte kleuren zijn van de kerstballen en alles wat we hebben gekocht. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Wij zitten in de auto onderweg naar de Intratuin. En waar gaan we naartoe? Welke Intratuin, Max? Duiven. Ja, Duiven. En vorig jaar zijn we daar ook al naartoe geweest. En nu gaan we er weer naartoe, want we waren vandaag vrij. Dus we dachten, we gaan er naartoe. En we hebben dit jaar wel van alles en nog wat nodig. Want ons huis is eigenlijk al bijna af. Behalve dan de badkamer en de wc na. En de tuin. Maar dus dat betekent dat we ook een kerstboom kunnen gaan zetten. En het is natuurlijk nu oktober en het is best wel vroeg. Maar we houden ervan om op tijd te zijn. Ja, anders staat kei druk. Ja, alles is op. Ja, dat ook. Het is druk en misschien is het dan veel op. En nu kunnen we op het gemakje kijken. En we willen ook nog voor eetkamerstoelen kijken. Maar we nemen jullie weer lekker mee met deze dag. Dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe ze het nu hebben aangekleed trouwens. Ik denk dat ze wel steeds een ander thema doen, of niet? Ja, ik denk dat ze nou wel veel iets met sprookjesballen hebben, denk ik. Sprookjesballen? Ja, net zoals Disney-figuren. Ja, dat hadden ze vorig jaar ook, hè? Ik denk dat daar wel in blijft. En denk ik veel paars, denk ik. Paars? Paarse ballen. Ja hoor. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien, oké. Blauwe ballen. We zijn nu in de outlet van de Intratuin en we hebben dus stoelen gezien die we heel leuk vinden. De eerste die we heel erg leuk vinden zijn deze. En die hebben een beetje zo'n printje met gouden poten. Maar degene die wij echt willen zijn deze. Dat is een beetje zo'n schelpachtige stoel. Kijk, deze. En dan willen we de vier. Dus we gaan heel eventjes kijken qua onderhandeling met de prijs, want ja, benieuwd. We moeten alleen even iemand vinden van het personeel. We zijn terug van de Intratuin. We hebben lekker een hapje gegeten en nu zijn we thuis. En ik schuin nu op deze lamp, want wij hebben een nieuwe lampenkap gekocht. En Max gaat die eventjes uitpakken. Laat me het even zien. Nee, eerst de lampenkap. Of ja. Of trouwens. Nee, 3, 2, 1. Tada. Het is wel een hele andere lampenkap. Want deze,
die geeft dus licht door. En deze niet, want dit is echt goud. Of ja, echt goud, zo dat klinkt of dat het echt van goud is. Het is een beetje deze kleur. Ik zal het morgen nog even beter filmen. Want nu zie je dat niet heel goed. Maar het is een beetje van dat velvet stofje. Kijk zo. Kijk. Dus hij past wel in het interieur sowieso. Het is ook een hele andere look. Maar het is wel, ik vind het persoonlijk wel heel mooi. Ik vind het ook mooi. Want hij staat wel heel strak. En wij dachten, nou, dan hebben we bijvoorbeeld dit een beetje voor de herfst en winter. En dit is dan weer voor de lente en zomer. Dus dan gaat deze in deze doos en dan zetten we die op zolder. En dan gaat deze nu voor de herfst en de winter. En we hebben nog meer gekocht, Max. Of zullen we dat morgen laten zien? Nee, laten we hier wel zien. Ja, maar ik ken die kleuren nu niet echt goed op beeld, denk ik. Maar we kunnen het nu even globaal laten zien wat we hebben gekocht. En dan morgen even beter. Of nee? Nou, gelijk de doos in. Nou, laat het zien. Oké, dus we hebben. Oh. We zijn goed. Ja. Dat was mijn titty. Dus we hebben kerstballen gekocht. En we hebben een mooie mix gemaakt. Tenminste, dat vinden wij. En dat hebben we goed gedaan, zo te zien. Oh. Deze zijn wel van glas, dus die moeten wat hoger in de boom gehangen worden. Deze kunnen bijvoorbeeld wat lager, want die kunnen niet echt kapot natuurlijk. En daar hebben we dan van onder ook nog. Deze zijn groter. Ja, dit zijn de wat grotere ballen. Kijk, zeg maar net als dit. Die zijn ook wat zwaarder, vind ik. En die zijn ook apart. Een wijntje hebben we gekocht. Ja. Wij hadden deze gekocht, jongens. Hoe lachen is dit? Gewoon een wijnglaasje. Superleuk. Oeh, Max. Kijk, en een witte wijn hebben we. Die vonden we wel heel erg leuk. En we hebben sushi gekocht. Deze. En een pauw. En deze hele mooie. En deze. Maar ik ga jullie het morgen even beter laten zien allemaal. Want nu zie je ongeveer wel de kleuren. Maar morgen zie je het eigenlijk beter. En we hebben eigenlijk nog veel meer gekocht, hè. Maar dat laten we morgen wel anders zien, joh. Nee. Oh. Nou, en dan hebben we ook nog een hele set andere kerstballen gekocht. We hebben deze bloemen gekocht. Even kijken of ik... Ja, die maak ik even wat lichter. Kijk, dat is dan... Die kan je dan zo in de boom zetten. Ja, dat is nu een beetje moeilijk uit te leggen, maar die hebben we nu zeg maar 3 stuks van. En die kan je dan zo in de boom chakka. En dan is dat best wel apart. Dat vonden we wel heel erg leuk. Tenminste, dat denken we. En dan hebben we ook van die sliertjes gekocht, die je dan door de boom heen kan frummelen. We hebben dan, om een beetje te breken, zwarte kerstballen erbij gedaan. En dit is de piek geworden. Voor nu dan, in ieder geval. En dat is ook in de koper bronsachtige kleuren. Dus ja, als je zo ziet, zeg maar. En we hebben... Passen ze wel heel goed bij het interieur, de kleuren. En we hebben een borrelplank. Oh ja, en we hebben nog een borrelplank. We hebben een hele grote borrelplank. Maar Max zei, ja, ik mis echt een kleine borrelplank. Kijk, en die past precies. Oh, helemaal leuk. Ja, helemaal leuk. Dan zijn de tafeltjes straks niet meer vettig, hoop ik. Wij hebben zo'n soort pot met allemaal kurken erin. Kijk, super gaaf. En dat ziet er best wel gaaf uit, zo bij die wijnklimaatkast. Ik ga morgen even alles gewoon goed filmen, zodat we...
Of zodat jullie een beter beeld krijgen. Want nu zijn die kleuren ook anders. Net als die lampenkap ziet er nu bijvoorbeeld veel donkerder uit. Maar overdag is het misschien wat lichter. Wat doe je? Wat doe je? Los. Wat is er? Los. Wat heeft die? Hè? Wat heeft die? Nee. Wat heeft die? Oh, die dat kat. Dat mag niet. Die kat heeft hier wat. Wat heeft die? Een stuk blad wat hij op. Een blad? Oh, van die plant van voor. Ja, het is leven, hè. Oh. Maar ja, deze. Zo, nu komt die. Die planten hier zo. Deze. Die worden nu zeg maar soort van hele dagen mishandeld door die katten. Hey, dus, hè? Helaas. Dit. Wat? Zo. Wat? Nou ja, dat is ook wel grappig, ja. Dat breekt een beetje. Dat breekt een beetje. Wat ga je met dat doen? Weg. Nee. Hij heeft het in zijn mondje. Kijk hem staan daar. Jezus. Stoutertje ben jij. Ja, dat is een katje, hè? Wat doe je daar zo, schatje? En wat ga jij ermee doen? Ik zet ook weer iets hier zo en... En, flappies. Oké, ik heb het even hierin gedaan. Zo lelijk. Ja, het is echt lelijk. Dit is echt een bijgeraapt soortje wat er staat. Ja, maar we moeten dit allemaal aanpassen, want dit wat hier staat willen we ook niet en dit willen we niet. Ja, met dat plantje wel. Die lavaplant. Ja, die lavaplant wel. Als jij dat drinken geeft. Heeft hij niet drinken meer. Nee, want die katten drinken dat allemaal. Oké, wij gaan nu even lekker... Op de bank zitten, filmpje kijken. Ik ga mijn dekbed pakken. En niks doen. En dan? Niksen. Nee, dan ga ik lampen bestellen voor de overloop. Oh, nice. Oké, ik zie jullie morgen weer. Doei. Oké, het is de volgende ochtend en ik zou nog heel even laten zien wat nou een beetje de redelijk echte kleuren zijn van de kerstballen en alles wat we hebben gekocht. Om te beginnen ga ik met de lampenkap beginnen, want in het... licht, overdag licht zeg maar, is het een hele andere lamp. Dus die ga ik als eerst even laten zien. De lamp is nu zo. Ik moet zeggen dat hij op... camera geler overkomt dan in het echt. In het echt is hij iets warmer. Ik zal even kijken of ik dat misschien een beetje kan realiseren hier. Kijk, hij oogt meer zo. Maar ja, dat is altijd op beeld dat het anders oogt. Maar ja, wat hebben we dus gisteren nog meer gekocht? Wat ik nu even laat zien is dit. Kijk, dit zijn zeg maar meer de kleuren. We hebben gekozen voor een beetje bronskoperachtige look wat we gaan doen. Wat we door gaan voeren naar de kerstboom straks. Nu denken jullie waarschijnlijk, waar gaan jullie überhaupt die kerstboom zetten? Nou, die willen we dus zeg maar in die hoek... Ja, daar bij het raam. Hier zo. Hier willen we straks die kerstboom. Maar we weten nog niet precies hoe en wat. En of dat goed en mooi gaat staan. En anders komt hij misschien midden in de kamer. Dat is ook nog wel leuk. Maar dan moeten we even kijken. Nou, en dit zijn dus de kerstballen. Kijk, want overdag zijn ze eigenlijk veel beter. Het is echt zo eentje waar je doorheen kan kijken. En nog met een glittertje. Dus dat zijn... Deze kerstballen. En dan hebben we hier nog een doos. En daar zit van alles en nog wat in. En deze drie zitten hier nog in. Dat zijn die kleine. Maar we hebben ook wat grotere kerstballen. Zoals deze. Die vond ik wel heel chic. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En deze vond ik ook wel heel vet. Beetje brokantachtig. Ook glas. Moeten we maar niet te laag in de kerstboom hangen. Dan hadden we twee van deze gekocht. Gewoon van die platjes. We hadden een sushi. En we hadden van die pauwen. Deze. Die vonden we ook wel heel vet. En dat ja, vindt Max heel erg leuk. Alles wat met vogels te maken heeft. En dan hebben we ook nog zo'n wijnglaasje. Dat is ook wel echt heel grappig. Dat past ook wel bij ons. En die hebben we in rode wijn.
Maar die hebben we ook in witte wijn. En één rode wijn gaan we cadeau geven aan Raoul. Want die is aanstaande vrijdag jarig. En die vindt wijnen en wijnbranche ook helemaal leuk. Dus we dachten, nou, we geven zoiets. Dus dat is ook wel heel grappig. We hadden ook nog sojasaus voor de sushi. En dat zijn de kerstballen die we apart hebben gekocht. Daarbij hebben wij de piek gekocht. Deze. Dus dat hoort helemaal bij de kleuren die we gekocht hebben. En we hebben deze gekocht. Gewoon een hele set. En dan zijn we in één keer klaar. Dus dat hebben we ook nog gekocht, zeg maar. Ik ga zo werken. Ik heb een avonddienst. En Max is lekker vrij. En volgens mij ging hij iets in de tuin doen. Want de papoenplanten, die bladeren zijn helemaal een soort van aan het afsterven. Dus we dachten, weet je, we gaan alles er lekker uithalen. Papoenen plukken. En dan is de tuin ook weer een beetje overzichtelijker, schoon. En even helemaal ready voor de winter straks. Dus daar gaan we eigenlijk mee beginnen. Tenminste, Max dan. Even kijken of er nog tomaten goed zijn. Ik zie wel dat er nog een paar rode hangen, dus die kan ik wel gaan plukken. Dus ik ga nu even laten zien hoe het er dus nu uitziet. En dan denk ik dat ik morgen kan laten zien hoe het er dan uitziet. En zo niet, dan doe ik de tuin zelf. De tuin ziet er dus nu zo uit. En in het midden zie je eigenlijk al dat het een soort van aan het afsterven is. Dus we gaan alles lekker weghalen. Hier is die papoen nog. Hij is wel meer geliger geworden. Hoe je dat ook zegt. Dus we gaan alles lekker plukken. Die oranje daar gaan we ook plukken. En van voren zetten. En die tomaatjes. Dus. Dus. Ready? Max gaat gelijk beginnen met opruimen. Ik ga hem nog heel eventjes helpen voordat ik ga. En dan ga ik werken een avondje. En we hebben zo'n grote doos gekocht. Waar we dus onze kerstspullen in kunnen doen. Zo'n mega doos. Dus dat is wel fijn. Want nu gaan we dat even op zolder zetten. En als het tegen de kerst is. Ja, eerder natuurlijk. Dan kunnen we het naar beneden halen en dan kunnen we de kerstboom zetten. Dus dat is ook een mooi opgeruimd. Dus dan gaan we nu even op zolder zetten. Zo, een goede morgen. Ik heb gisteravond gewerkt en ik ben nu al in bed. Dat klinkt heel dramatisch. Maar eergisteren zijn mijn ouders gekomen. En toen hebben we weer eigenlijk van alles gedaan. En we hebben ook spullen gekocht voor een nieuw project, de badkamer. Ja, jongens, we zijn gestart met de badkamer. De vloer die hebben we al. Maar net als de spullen nog niet. Net als beneden hebben we een aantal dingen gescoord. En voor boven in de badkamer natuurlijk ook. Wat betekent dat we dus gisteren tegels hebben gekocht voor de badkamer. En die komen zo meteen binnen. Vandaar dat ik al wakker ben. Want tussen 9 en 12. Dan kunnen ze komen met de tegels. Dus ja, dan ga ik er nu maar alvast uit. Want als ze over een kwartier hier zijn, dan is er tenminste iemand uit. Maar ik ga even laten zien wat we nu in huis hebben. Wat we hebben gekocht. Ik ga eerst beginnen met het wasbakje voor in de wc beneden. En dat wasbakje beneden, dat gaat er dus zo uitzien. Het wasbakje is zeg maar een soort zwart. Ja, het is niet echt pikzwart, maar het is een beetje dark grey. En er zit een soort glinsteringetje in. Ik weet niet of ik het echt op beeld kan gaan krijgen. Kijk zo, je ziet een beetje dat dat niet helemaal één kleur is. Het is natuurlijk de afwerking voor de leiding of zo. Geen idee wat het allemaal is. Ik heb er niet echt veel verstand van, maar dit is het setje in ieder geval. Wat hebben we nog meer? Mimi, wat heb je nou weer? Wat is dat wat jij hebt? Dat mag niet, hè? Kijk eens wat ze weer heeft gepakt. Ja,
Dat is vanuit daar. Je bent stout. Maar jij bent stout, dat zei ik al heel lief. Dus waarschijnlijk denken ze, oh, dat mag ik. Even denken, wat hebben we nog meer gekocht? Oh ja, wij zullen zeg maar boven in de douche, willen we zeg maar, we wilden eerst een soort douchebak. Een mooie douchebak en dat dan mooi doorloopt met de tegels. Maar toen zei Max, is het niet mooi als we gewoon echt alles doortrekken met tegels en dat we dan zo'n gootje doen. En ik denk, ja, eigenlijk is dat ook heel strak. Dus daar hebben we nu voor gekozen. We hebben gekozen voor dat we de tegels doorlopen, laten lopen. En dat we dan zeg maar van achter in de douche een soort gootje laten lopen. En tegenwoordig hebben ze ook een gootje en daar kan je ook je tegel in laten maken, zodat het helemaal doorloopt. En dan rond die tegel zit dan zeg maar een soort spleet en daar loopt het water in. En dat gaan we dus doen. Dus wauw. Tenminste, hoop ik. Dus dat gaan we dus doen. Nou, een kleine update van de Kitty Cat. Dit is Mimi. Ze worden wel groter, moet ik zeggen. Mimi, laat je zien. Kom eens. Kom eens. Laat je zien. Ja, goed zo, schatje. Hè? Mimi doet wel luisteren. Knappert. Knap meisje ben je. Ja. Nou, Mimi. Hè? Schatje van me. En Billy. Die ligt denk ik... Oh, die ligt in zijn mandje. Billy ligt in zijn... Hi, schatje. Ja, ik wil je ook even laten zien aan de mensen. Kijk eens. Billy. Billy Bill. En Billy is trouwens ook veel aan het veranderen. Want als je ziet, wordt hij zeg maar ook beige. Zijn kop lijkt echt op die van Mimi. Die gaat steeds meer op Mimi lijken qua kop dan, hè. En ja, alleen zeg maar dit is wel wat zwarter. Maar gewoon dit, hè. Dat fluffy, dat wordt gewoon bruin. Dat wordt net als Mimi. Alleen zijn neusje blijft zwart. Hé, je bent ook een mooi katje. Dat is zo'n klein drolletje. Mijn kleine drol, hè. Nou, hier liggen ze trouwens echt super lekker. Mijn moeder had dit mandje hier in de zon gezet. En sindsdien is dit echt een favoriet plekje. Ik snap het wel. Beetje natuur, hè. Een beetje gewoon het licht, natuurlijke licht wat op je schijnt. Dat is altijd lekker. Wat ben je nou weer aan het doen? Oh, ik dacht dat ze weer een stukje plant had. En qua eten doen ze het goed. Qua drinken doen ze het goed. Echt drinken doen ze super goed. Soms dan denk je, oké, is het wel goed? Maar ja, het is goed. Gewoon lekker drinken. En ja, wat we gewoon af en toe doen. Dus ik is gewoon een beetje een nieuw speelgoed voor ze kopen. Zodat ze niet zich gaan vervelen. Maar ja, wat er nu staat, daar moest je het even mee doen. Skateboard wordt ook heel goed gebruikt nog steeds. En eigenlijk alles wat er staat, dat gebruiken ze wel. Soms dan ruimen we alles op en dat leggen we dan in die tunnel. En dan kijken ze er niet naar. En dan gooi ik ze bijvoorbeeld die pingwing midden in de huiskamer. En dan gaan ze er weer om achteraan. Dus ze spelen eigenlijk gewoon wanneer ze het leuk vinden. En dat is helemaal prima. En dat is helemaal prima. En ja, ik ga nu even lekker ontbijten. En dan wachten op de tegels. Oké, jongens, ik ga deze weekvlog afsluiten. Ik had nog beloofd om een aantal dingen te laten zien wat in het huis zijn gebeurd. Maar ik ga die toch de volgende vlog pas laten zien. Ja, heel erg. Ja, dus dat ga ik doen. En voor de rest hou ik het nu nog heel even geheim. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik ga deze weekvlog afsluiten. En mochten jullie deze weekvlog nou leuk vinden, like deze vlog. En abonneer. En dan zie ik jullie de volgende week weer terug. Tot ziens! Doei!